Goedemiddag. Nou, welkom op de Verzantenkamp nummer 285 in Maarsen. Ik neem u graag mee naar deze woning. Het is een herenhuis. Hier even het hofje waarin het ligt. En de onderdoorgang, dan kom je uiteindelijk in het park terecht. En nummer 285. Nou, deze woning is in 2019 helemaal gerenoveerd. En dat betekent keuken, badkamer, vloeren, etcetera. Maar ik neem jullie graag mee. Nou, welkom. Welkom. Nou, wat direct hier opvalt, is de enorme woonkamer en de hoogte van het plafond. Nou, laten we daar meteen naartoe lopen. Achtertuin, zuidwest gaan we straks naartoe. Lekkere houthaard. En mooi de hoogte. En dit is de vierde. En die is hier dichtgemaakt. Zodat je wel licht, maar geen geluid boven en ook beneden hebt. De woning is ook helemaal gestuukt. Plafonds, wanden, is allemaal glad afgewerkt. Achter deze kast hier rechts zit een ruime berging van zo'n 11 vierkante meter. Nou, een complete keuken hier aan de voorzijde. Compleet nieuw 2019, voorzien van inbouwapparatuur. Toilet, ook allemaal netjes. Nou, hier kwamen we net binnen. De tweede deur is de deur naar de berging. En dat is nu hier de fietsenberging. Ooit was dit een garage. Nou, niemand zet zijn auto meer binnen. Dus een ruime fietsenberging overgebleven. En daarachter dan de ruimte, de deur nu links voor mij. De berging met ook wasmachineopstelling. Ik stel voor dat we naar boven gaan. Nou, de enorme oude slaapkamer. Dit waren er ooit twee. En er is één van gemaakt. De vierde. Hier, met uiteraard veiligheidsglas, met het zicht naar beneden en de mooie daklijn. Hier de tweede slaapkamer, mooi ruim. Nou, en de nieuwe badkamer. Allemaal netjes, douche, lichtbad, toilet, geheel betegeld, mooi gestuukt, vloerverwarming uiteraard. Nou, neem ik jullie mee naar boven. Hier de zolderslaapkamer, een ruime kamer. Hier nog een voorzolder. En hier ook weer een mooie zolderslaapkamer met twee dakramen. In de kast hier linksachter zit de cv-ketel. Ketel ook helemaal vernieuwd, 2019. Het is een CW6 ketel. Nou, dat betekent extra capaciteit als je tegelijk in bad en onder de douche wil. Dus dat is allemaal uiteraard goed mogelijk. Nou, hier een blik op de woonkamer. Dan gaan we de tuin in. Nou, je ziet het is lekker zonnig weer. Maar hij ligt ook goed op het zuidwesten, dus beter kan eigenlijk niet. Het is een lekkere tuin.
En ideaal lounge. En de achtergevel. Met rechts daar een bergkast voor de tuinkussens. Nou, dan zijn we aan het eind gekomen. Ik zal mij nog even voorstellen. En ik heb jullie rondgeleid. Mijn naam is Erwin Ritter. En ik kom deze woning in het echt zien. Ruim 170 vierkante meter woonoppervlak. 2019 helemaal gerenoveerd. Elektra, vloerverwarming, stukken, keuken, badkamer, noem maar op. In pand nog ook wat wijzigingen. In pand nog vergroot. Die vierde is dichtgemaakt, dus daardoor krijg je een hele mooie ruimte beneden, boven. Terwijl de voordelen van de vierde zijn behouden gebleven. Ik leid jullie hier graag rond. Neem contact met ons op, bel ons en we gaan hier graag kijken. Tot ziens en tot de volgende keer. Dag!